grote zorg voor werkgevers om pensioenregelingen betaalbaar te houden. En het enige wat werkgevers eigenlijk kunnen doen is gewoon de premie op slot zetten. Dus gewoon te zeggen, dit is de premie en meer niet. En dat zie je ook overal gebeuren eigenlijk. Ja, je ziet een heleboel fondsen inderdaad in de wachtstand. En van de ene kant is dat slecht, want er moet echt wat gebeuren. Maar van de andere kant kan ik het ook wel begrijpen. Want de contouren van die wetgeving laten nog steeds op zich wachten. Kijk, het is nu begin juli en we zitten nog steeds te wachten op een consultatieversie. Dus als fondsen aan de slag willen, dan weten ze niet eens precies wat ze moeten doen. Dus we zijn er al heel lang mee bezig en het schiet niet op. Dat vind ik wel zorgelijk. Spreekt er een grand design bij het huidige stelsel? Dan denk ik ja, absoluut. Kijk, op het moment dat je een probleem ergens hebt, dan moet je beginnen met het probleem te analyseren. En wat hier met die pensioenaanpassingen gebeurt, dat is wat ik noem pleisters plakken. Je ziet een probleempje en je plakt er een pleistertje op. En dat is gewoon geen goede oplossing. Je moet eerst analyseren wat de problemen zijn. En dan pas met een oplossing komen. Dus nee, ik denk dat het een noodreparaties zijn. In ieder geval moet een grote oplossing breed gedragen worden. Dus ik denk dat je ook met een heleboel mensen rond de tafel moet zitten. En dat er met z'n allen over eens moet zijn wat nou specifiek de problemen zijn. En welke randvoorwaarden er gelden voor een pensioenstelsel. Maar nu is eigenlijk het huidige stelsel als het uitgangspunt genomen. En dan moet binnen dat huidige stelsel moet alles opgelost worden. En ik vind het huidige stelsel met de verplichtstelling en zo, ik zeg niet dat ik daar tegen ben, maar het is een middel om een goed doel te bereiken. En wat nu gebeurt is dat het middel tot doel wordt verheven. Nou, dat vind ik gewoon niet zo slim. Ja, hoe kun je het vertrouwen herwinnen? Dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, de situatie waar pensioenfondsen nu in zitten, dat men eigenlijk continu afwacht en niks doet, dat is natuurlijk geen methode om het vertrouwen te herstellen. Ik denk dat je dan echt heel duidelijk een koers moet uitzetten en mensen duidelijk moet maken wat je gaat doen. Maar zolang je daar onduidelijk en mistig over blijft, kun je het vertrouwen niet herstellen. Dus nee, gaat alleen maar naar beneden, denk ik. Vrees ik. In de pensioenforum denk ik dat alle actualiteiten naar de laatste stand van zaken bij elkaar komen. En in pensioenland bolderen de actualiteiten over elkaar heen. Dus ik denk dat het dan heel goed is om eens bijgepraat te worden.